voor mijn dagelijks leven betekende dat natuurlijk verschrikkelijk veel. Er verandert niet alleen lichamelijk iets, maar je hele patroon verandert. Als je je niet goed voelt en je lichaam functioneert niet zoals je het gewend bent of zoals het zou moeten zijn, dan ga je daarin ook selecteren. Los van het schaamtegevoel dat mensen zich afvragen dat je alleen maar aankomt van het eten, wat niet het geval was, ga je jezelf wegcijferen. Dus je gaat bepaalde dingen afzeggen. Je gaat niet graag meer naar een feestje, want je wilt die vragen niet hebben. Je voelt jezelf helemaal niet happy, dus je zoekt dat soort dingen ook niet op. Maar bijvoorbeeld met werk, ik was heel extreem vermoeid. Maar ook mijn concentratie was minder. Heel raar, als ik een stukje tekst las, moest ik dat 10 keer lezen, wilde ik echt begrijpen wat er stond. Dat ik dacht, nou, hallo, wat is er aan de hand? Maar dat verandert, want als dat een onderdeel is van je werk en je wordt daarop afgerekend, zijn dat de dingen die veranderen. Die ga je laten, dat gaan mensen opvallen of je gaat zelf een stap terug doen voordat het op gaat vallen. Dus ja, op dagelijks leven had het een groot impact. Niet alleen in me zijn en wat ik wilde doen, maar vooral in wat ik kon doen. Ik kon niet alles doen zoals ik het zou willen. Ik was niet meer die vrije, onbezorgde meid. En ik had niet steeds zin in al die ogen en die vragen van mensen die jou echt in een korte periode zien veranderen van een hele jonge, sprankelende dame naar gevoelsmatig een hele oude vrouw die dingen niet meer kan, maar ook niet meer wil doen. Dat je ze uit de weg gaat omdat het niet goed voelt of je kan het simpelweg lichamelijk, fysiek niet bijhouden.